Dinsdagochtend vertrok er een heel bijzonder voetbalteam van NEC richting het buitenland. Want NEC gaat Europa in. Het team van bijzondere eredivisie van de tak van de NEC maatschappelijk gaat een voetbaltoernooi spelen in Portugal. En daar doen niet de minste clubs aan mee. Familieleden, medewerkers van NEC en spelers uit de jeugd zwaaiden het team van NEC uit. Nou, wij gaan vandaag naar Portugal vertrekken, precies om 10:30. Dat heeft te maken met een toernooi die daar gaande is. En daar doen clubs uit verschillende landen mee. Zoals bijvoorbeeld een Juventus en een Benfica en een Everton en een Cas-Eupen en een Ajax ook uit Nederland. Dus ga zo maar door. Deze 11 spelers van NEC voetballen normaal in de bijzondere eredivisie. Wat maakt dit team dan zo bijzonder? Ja, we zijn een speciaal team met allemaal mensen die een beetje met beperking. En daar gaan we zeker een leuke dag van maken. Ja, want jullie voetballen bij NEC. In de speciale eredivisie heet dat normaal gesproken. Hè? Ja. Maar wat gaan jullie dan nu in Lissabon doen? Ook een soort toernooitje met allemaal landen. Dat wordt superleuk. Voor veel spelers is dit een reis waar ze lang naar hebben uitgekeken. En ik kan het gewoon nog steeds niet geloven, maar ja, weet je, vandaag is het officieel. Dus ik laat gewoon allemaal overheen komen. Ik ben wel een tikje zenuwachtig, een tikje nerveus, maar mijn vader weet waarvoor ik het doe en waarom. Dus, Algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik, zwaaide het team ook uit dat Europa hoopt te veroveren. Ja, geweldig. Ja, dit is echt, wij hebben natuurlijk de ambitie om ooit weer een keer in Europa te spelen. En ja, dit team gaat nu Champions League spelen. En als je zag hoe dat... Hoe die oogjes twinkelden. Ja, dat is natuurlijk prachtig als je ziet Werder Bremen, Juventus, Ajax, Everton, Bayer Leverkusen. Met de spelersbus weg, zometeen het vliegtuig in, hotel. Ja, in een topstadion. Ja, iedereen buiten ook hier. Ja, dit is echt genieten. Dit is mooi. Dit is ook het mooie van een voetbalclub, vind ik. Voor sommige spelers is de reis ook wel wat spannend. Weet je, een beetje spannend? Beetje. En als ik nog maar straks gewoon terug ga donderdag naar Nederland, dan ga ik met een hopelijk tevreden gevoel en met de winst op zak naar huis. En dan ben ik weer helemaal mezelf. Natuurlijk hoopt de algemeen directeur van NEC op Europees succes. Maar één ding is nog belangrijker. Nee, deze jongens moeten gewoon echt gaan genieten. Ze doen het erg goed, ook in Nederland in de competitie. Maar die moeten gewoon van elke minuut die ze meegemaakt, moeten ze van gaan genieten. Dit is natuurlijk, ja, ik denk once in a lifetime voor heel veel van die jongens. Sommigen hoorde ik ook, die hadden nog nooit gevlogen. Dus ja, die gaan iets meemaken, dat gaan ze nooit meer vergeten. En wat denken ze er zelf van? Gaat die beker mee naar Nijmegen? Daar gaan we wel vanuit en daar gaan we als teamzijde aan werken. Dus ja, ik ben benieuwd.